Guus en Dries. Ja. Ja. Guus en Dries. Dat is in één. We hebben nog nooit een aflevering gezien. Ja. Asperger, Guus. Guus en... Guus en... Ik zet de andere zo'n naam. Dries en Guus. Dries en Guus. Iets met asperges. Asparaguus. Ja. Was dat geen Dries? En? Guus. Ah, echt? Serieus? Vorig jaar Hasselt. Maar dat is er niet bij, hè. Niet ja. Ik zou helemaal verkeerd aan het denken. Kortrijk. Hasselt, Brussel, van mijn pop-up restaurant en Brugge, denk ik. Was het niet Brugge? Kortrijk dan. Claudio Delano. En bij mij. Kortrijk. Nooit gekeken, ja. Het was zeggen we. Kortrijk. Ja. Antwerpen? Antwerpen heeft nog nooit gewonnen. Nee, want het was Brussel en Asparagus. Dus dat was Genk niet. Dan. Genk. Limburg. Genk. Ah nee, Genk. Die zaten eerst in Hasselt. Antwerpen dan. Ja. Nee, Genk. Nee, het was Kortrijk. Kortrijk. Frangipan. Nee, maar ik kon het met zijn pijn zijn. Het is nee, Frangipan. Frangipan. Ja, ik was de eerste Frangipan. Ja, Frangipan. Mannen, is dat marsepein? Marsepein. Ja, we gisteren nog gemaakt. Yes, ja! Marsepein. Oké. Okay. Ja, ik zit aan het denken. Is een kokosrotje? Nee, dat is geen een amandelrotje. Allee, nee. Hoe... Ja, het was een marsepein. Nee, dat wist ik echt niet. Iets met voeding dan, hè? Of iets met vrouw. Of iets met vrouw. Was dat geen slappe lul? Of is dat volledig fout? Is dat fout? Nee, het is volledig juist. Alleen de slappe stond er niet bij. Maar ja, dat, okay, dat, goed, dat zie ik dan zo voor mij. Dus dat van, oh my god, je hebt een quote. Nee, het is goed, het is goed. Dat weet ik ook niet, hoor. Oh, nee, dat weet Oei, ik niet. Wanneer je het hem dat gezegd? Ik weet het niet. Als een puntje. Toen oh, symbaal? Symbaal of een brussel? Ik weet het niet, ik weet totaal niet. Als een drumstok op een drumstel? Het was als een lul op een drumstel. Ah, oké. Okay. Heeft hij dat gezegd? Ik weet dat niet. Sergio is uw favoriet, zeg het maar, ik weet het niet. Nee, dat zijn zo van die dingen dat ik precies niet gezien heb. Een dikke kont in een legging. Dat is verschrikkelijk. Het heeft zo van die rare coat. Hè. Een broek. Geen idee. En dat is een legging of zo, een spannende legging. Wc-pot. Ik weet, ja. Een te strakke broek. Een gokske, een string. Ja, het zit in de buurt, een te klein onderbroekje. Nee, ja. Te kleine broek of zo. Wat dat die nu heeft is de Jane en Pure C. Ja, hij heeft er twee, de Jane en Pure C. En Oudsluis, dat die is dichtgegaan. Welk? Ja, Pure C. En dat is een boek. Ah, ja. Of is dat ook een restaurant? Ja. Is dat ook een restaurant? Ja. Voilà, maar we kennen het wel, hè. Momenteel de Jane, ja. De Jane. Welk? Ja, de Jane, hè. Ja. Gals. Zo'n stofpotje, ja. Een soort tomatensaus, vleessaus eigenlijk, met tomaat. Tomaten, courgettes en daar eigenlijk, ja, voilà. Bolognese saus. Rijst. Italië, nee, dat weet ik niet. Bepaalde delen van Italië. Dat is geen ragouto. Dat is toch een stoofpot van vlees? Dat is in de beurt. Het is een bolognese saus, een spaghetti bolognese. Ah, ja, tuurlijk, dat is waar. Ja. Nee, dat is niet juist dan. Hè. Nee, dat is niet juist. Ja. Dat verstaan ik niet. Ik denk iedereen dat weet. Ik ben zoveel in het al niet geweest. Hè? Peter Goossens? Was dat niet Peter Goossens? Sergio ook? Nee, alleen Peter Goossens. Sergio? Allee. Ah, Meijer is er aan het. Ja, Sergio. Nee, dat is niet waar, want
mijn restaurant, niet pop-up, hè? Nee, dan weet ik het niet. Mijn restaurant? Waarschijnlijk niet, was hij daar niet bij? Was dat niet Peter Goossens en zo? Peter Goossens? Dat weet ik echt niet. Ik heb dat nooit... Ja, nee, dat is echt zo lang geleden. Sergio Herman? Het was Peter Goossens. Ja. Nog? Dacht dat Sipi die ook al tussen? Nee? Dan heb ik geen idee. Oh my god. Peter Goossens, ik denk ook... Wacht, nee, Sergio Herman nooit bij geweest toen, hè. Oh, dan zo nog ene met grijs haar. Och ja. Sepp idee? Nee, ook niet. Ook niet? Nee, dat is alleen pop-up restaurant dat die hebben gedaan. Mijn restaurant was... Rani heeft dat wel gepresenteerd, dat weet ik. Greet of zo? Nee, dat gaat niet. Greet, nee. Oeh. Ah, Peter Goossens. Ah, ja. Ja, Sergio Herman zelf? Nee. Nee? Ah, ene kok. Wacht, wie was er dan nog bij? Oei, dat is een kei lang geleden. Chris? Nee, ik weet het niet. Het was Christel Cabanier en Dirk de Prins. Oh, de shoes. Ik ken die namen niet. Jawel, ik ben hier nog ooit geweest op Girokamp. Sorry, huh? Ja. Ja, okay. Ik heb mijn restaurant ooit gespeeld. Punten, of wat? Ja. Italië. Nee, dat weet ik niet. Bepaalde delen van Italië. Dat is geen ragout. Dat is toch een stoofpot van vlees? Dat is in de beurt. Het is een bolognese saus, een spaghetti bolognese. Ja, natuurlijk. Nee, dat is niet juist dan. Hè. Nee, dat is niet juist. Ja. Dat verstaan ik niet. Ik denk iedereen dat weet. Ik ben zoveel in Italië niet geweest. Hè. Peter Goossens? Was dat niet Peter Goossens? Sergio ook? Nee, alleen Peter Goossens. Sergio? Ja, Sergio. Ah, mijn restaurant. Ja, Sergio. Jawel, nee, dat is niet waar, want mijn restaurant, niet pop-up, hè? Nee, dan weet ik het niet. Mijn restaurant? Waarschijnlijk niet, was hij daar niet bij? Was dat niet Peter Goossens en zo? Peter Goossens? Dat weet ik echt niet. Ik heb dat nooit... Ja, nee, dat is echt zo lang geleden. Sergio Herman? Het was Peter Goossens. Ja. Nog? Wat was Brussel en Asparagus? Dus dat was Genk niet. Dan. Genk. Limburg. Genk. Ah nee, Genk. Die zaten eerst in Hasselt. Antwerpen dan. Ja. Nee, Genk. Nee, het was Kortrijk. Kortrijk. Fransjepan. Nee, nee, maar ik kon het met zijn pijn zijn. Nee, Fransjepan. Fransjepan. Ik was de eerste Fransjepan. Ja, Fransjepan. Mannen, is dat marsepein? Marsepein. We hebben gisteren yes, nog gemaakt. Yes, ja! Marsepein. Ja. Oké. Okay. Ja, ik zit aan het denken. Zo'n kokosrotje? Nee, dat is geen een amandelrotje. Allee, nee. Hoe... Ja, het was een marsepein. Nee, dat wist ik echt niet. Iets met voeding dan, hè? Of iets met vrouw. Of iets met vrouw. Guus en Dries. Ja. Guus en Dries. Dat is in één... We hebben nog nooit een aflevering gezien. Asparagus. Guus en... Guus en... Ik zei de andere zo'n naam. Dries en Guus. Iets met asperges. Asparagus, ja. Was dat geen Dries? En... Guus. Ah, echt? Serieus? Vorig jaar Hasselt. Maar dat is er niet bij, hè. Niet ah ja, oh ja. Ik ben helemaal verkeerd aan het denken. Kortrijk. Hasselt. Brussel, van mijn pop-up restaurant. En Brugge, denk ik. Was het niet Brugge? Kortrijk dan. Claudio Delano. En met mij. Kortrijk. Nooit gekeken, ja. Het was zeggen we. Kortrijk. Ja. Antwerpen. Antwerpen. Antwerpen heeft nog nooit gewonnen. Nee? Nee, want ook. Geen idee. In een legging of zo, in een spannende legging of zo. Ja. Wc-pot. Ik weet, ja. Een te strakke broek. Een gokske, een string. Ja, het zit in de buurt, een te klein onderbroekje.
Nee, ja. Te kleine broek of zo. Wat dat hij nu heeft is de Jane en Pure Sea. Ja, hij heeft er twee, de Jane en Pure Sea. En Oudsluis, dat is dicht gegaan. Welk? Ja, Pure Sea. En dat is een boek. Ah, ja. Of is dat ook een restaurant? Ja. Is dat ook een restaurant? Ja. Voilà, maar we kennen het wel. Hè? Momenteel de Jane, ja. De Jane, ja. Ja. De Jane. Welk? Ja, ja. De Jane, ja. Hè? Ja. 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 Zo'n stoofpadje, ja. Een soort tomatensaus, vleessaus eigenlijk, met tomaat. Tomaten, courgettes en daar eigenlijk, ja, voilà. Bolognese saus. Rijst. Was dat geen slappe lul? Of is dat volledig fout? Is dat fout? Nee, het is volledig juist. Alleen de slappe stond er niet bij. Maar ja, dat, okay, dat, goed, dat zie ik dan zo voor mij. Dus dat is, oh my god, je hebt een quote. Nee, het is goed, het is goed. Dat weet ik ook niet hoor. Oh, nee, dat weet ik niet. Wanneer heeft hem dat gezegd? Ik weet het niet. Als een puntje, puntje. Toonboxje. Oh, cymbaal? Cymbaal of een brussel? Ik weet niet, ik weet totaal niet. Als een drumstok op een drumstel? Het was als een lul op een drumstel. Ah, oké. Okay. Heeft hij dat gezegd? Ik weet dat niet. Sergio is uw favoriet, zeg het maar, ik weet het niet. Nee, dat zijn zo van die dingen die ik precies niet gezien heb. Een dikke kont in een legging. Dat is verschrikkelijk. Die heeft zo van die rare quotes, hè.